Ja, dan gaan we dan nu naar de afstandsbepaling tussen R en W. Ik heb het allemaal al berekend. En zoals we merken, we hebben hier 30, 29.6, 20.4 om 20.0, 20.4 om 2.0, om 20, die zijn de kleinste. We tellen die dan bij elkaar op volgens de afspraak, zijn de twee kleinste. Het is gelijk aan 40,4%, 40,4% is gelijk aan 40,4 morgen eenheid. Dus we hebben dan de afstand tussen R en W. Dan bepaald is 40,4 ME. Oké, en nu moeten we gaan vergelijken. We hebben nu de afstand tussen R en G, dat is 29,6. We hebben de afstand tussen G en W, is 18,0. En we hebben de afstand tussen R en W, dat is 40,4. Wat betekent dit? We moeten dus nu gaan bepalen wat ligt in het midden. Want we moeten wel die genenkaart van alle drie genen nu gaan maken. Wat we dan doen is dat we de grootste afstand pakken. We hebben 29,6, 18,0 en 40,4. Welke is de grootste afstand? De grootste afstand is tussen gen R en tussen gen W, die is 40,4. Die komen dus dan aan de twee extremen op je genenkaart. En daarom zie je dat ook. Ik heb het al voorbereid, die genenkaart. Gen R en gen W, dat is de allergrootste afstand, is 40,4. Daarna hebben we de afstand tussen R en G is 29,6 en tussen G en W is 18,0. En die G zet het niet precies in het midden, probeer het een beetje uit te lijnen, rekening houden met die 29,6 om 18. Weet je, dus daarmee eventjes rekening houden. Oké, als we dat gedaan hebben, dan zijn we nog niet klaar, want als je dus 29,6 plus 18 gaat optellen met elkaar, dan kom je op 47,6 en niet op die 40,4. En dan kan je in paniek raken, maar dat moet je niet doen. 29,6 plus 18,0 is inderdaad gelijk aan 47,6. Terwijl de afstand tussen R en W, zoals we die hier bepaald hadden, op 40,4 was. Wat is het verschil tussen die twee? Het verschil tussen die twee is gelijk aan 7,2. En wat is eigenlijk die 7,2? Is eigenlijk een controlepunt. En het maakt niet uit als die 7,2 positief is of nee, of een negatief getal is. Daar gaat het niet om. Het gaat gewoon om het verschil. Want evengoed kan het in een andere som ook zijn dat juist die afstand, die opgetelde afstand van die twee afzonderlijke afstanden, misschien juist kleiner was dan deze hier. Dus daar gaat het niet om. Het gaat eigenlijk om het verschil. Het verschil is per toeval in dit geval positief 7,2. Oké, die 7,2... die 7,2 aan het verschil wat we hebben, niet in paniek raken, dit is een controlepunt, dit is een checkpoint. Die 7,2 moet gelijk zijn aan je 2 maal je DCO, maar dan in percentages. We hadden hier aan het begin van die opdracht, hadden we aan het begin die NCO's eruit gehaald, dat waren de allerhoogste percentages. En we hadden ook die DCO's eruit gehaald, dat was de allerlaatste percentage. En dat was 3,6. Let erop, het moet in procenten zijn. Hè? Ik praat hier steeds over procenten en niet over aantallen. Je 3,6% maal 2, dat is gelijk aan 7,2. En deze 7,2 van 2 maal je deze, dus 2 maal 3,6 is 7,2. Dat moet corresponderen met het verschil wat je hier hebt gevonden. Je delta wat je hier hebt gevonden. Dat is je controlepunt. En dan gaan we dan nu een stapje verder. Want dat betekent je zit op het goede spoor. Dan gaan we dan nu kijken naar je coïncidentie. Ik leg zo meteen uit wat coïncidentie, wat zo'n indexgetal betekent. Maar punt is, je coïncidentieindex bereken je door je DCO in percentages, let wel in percentages, te delen door 100. Dat heb je in de noemer. En je deelt dat dan vervolgens gedeeld door de afstand tussen R en G, gedeeld door 100. Let erop, gedeeld door 100. Maal, dat puntje hier staat voor een maal. Maal de afstand tussen G en W, maar dan gedeeld door 100. Dus nogmaals heb je DCO gedeeld door 100. Gedeeld door het product van die twee afstanden, maar dan wel gedeeld door 100 natuurlijk. Dus daarom zie je hier staan R, afstand van R naar G gedeeld door 100, om G naar W gedeeld door 100. Maar deze twee waardes moet je met elkaar vermenigvuldigen. Als je dat zo gaat invullen, je DCO was 3,6%, let erop, ik had het hier over procent nog steeds. Hè. DCO percentage gedeeld door 100 is gelijk aan 0,036, dat is de teller. En voor de noemer, RG gedeeld door 100 is 0,296 maal 0,18. Ik
heb een beetje slordig geschreven, maar goed. En als je dus dat zo berekent, dan kom je op 0,675. We maken een afspraak dat we gaan van 3 cijfers achter de komma naar 2 cijfers achter de komma. En dan als we dus dat afronden, komen we op 0,68. En je interferentiewaarde is gelijk aan 1 min je coïncidentiewaarde. Ik kom zo meteen erop wat dat indexcijfer betekent. Dus dan gaan we naar 1 min 0,68 is gelijk aan 0,32. Zo je wilt mag je dit omzetten in percentages, zou je dus naar waarde 68% om 32%. Oké, en wat geeft deze waarde je aan? Die coïncidentiewaarde geeft je eigenlijk aan het woordje coïncidentie betekent toeval. Die coïncidentiewaarde geeft je eigenlijk aan de mate waarin de toevalligheidsgebeurtenis optreedt dat DCO voorkomt. En als je een DCO-waarde hebt van 68%, dat betekent dus dat in de praktijk dat er een kans van 68% bestaat dat DCO toevallig zou gaan optreden. Die interferentiewaarde is eigenlijk hetzelfde als die coïncidentiewaarde, maar dus de benadering van de uitleg of de interpretatie is een beetje aanvullend, complementair, ik weet niet hoe je het zou willen noemen. Maar je interferentiewaarde, interferentie komt van het woordje to interfere, dat betekent verhinderen, dwarsliggen. Je interferentiewaarde geeft eigenlijk aan de mate waarin het optreden van DCO verstoord wordt. Dat betekent, indien je een relatief hoge interferentiewaarde hebt, dat betekent het in de praktijk dat het optreden van DCO dus dan dient ten gevolge ook ernstig wordt verstoord. En dat betekent dan dat je een hele lage DCO-waarde in je nakomelingschap zou hebben. En als hij natuurlijk laag is, je interferentiewaarde, betekent dat het optreden of het verhinderen van DCO niet verstoord wordt. Dus die DCO kan lekkertjes plaatsvinden. Om het te linken naar deze som, je moet het een beetje relativeren natuurlijk. Over het algemeen heb je sommen waar er DCO-percentages zijn van wel 0,5, 0,6, 0,7, 0,8%. Dat is eigenlijk gangbaar. Dus die 3,6% is eigenlijk relatief een beetje hoog. Ik zeg duidelijker bij relatief natuurlijk. Hè. Maar eigenlijk is je DCO dus is echt vrij laag. Je hebt sommen waar het echt heel erg laag is. Dus 3,6 is best wel hoog naar mijn gevoel, op basis van ervaring zeg ik dat. En dat is niet gek, want als we een interferentiewaarde hebben van 32%, dat betekent het dat het optreden van je DCO voor 32% maar verhinderd wordt. Dat betekent je DCO gaat relatief hoog zijn. En inderdaad, die 3,6 is in vergelijking met de gebruikelijke sommen die we hebben, inderdaad een beetje hoog. Dit was allemaal de lange methode voor de driepuntskruisingen en ik heb het nog moeilijker gemaakt door gebruik te maken van een x-chromosomale. Het is misschien wel een beetje lang en de uitleg, dat filmpje duurt misschien lang, maar het is omdat ik jullie dat moest uitleggen. Maar het voordeel van die driepuntskruisingen is wel dat je niks meer hoeft te weten wat ECO1 en ECO2 is. Je hebt dat inzicht niet nodig, want alles rolt eigenlijk eruit. Dat gaat ook niet gevraagd worden wat ECO1 en ECO2 is in een som. Het doel van die driepuntskruisingen is immers dat je de afstand tussen die genen bepaalt, die genenkaart maakt, die coïncidentie en die interferentiewaarde bepaalt. En eigenlijk, die lange methode heeft een heleboel controlepunten. Die korte methode heeft niet tot weinig controlepunten. En je bent dan wel binnen 5 minuten klaar met die verkorte methode, maar je weet niet als je opdracht goed is. En voor je SO en voor je examen gelden de meeste punten. Als het gaat om genetica, daarvoor gescoord kunnen worden. Dus mijn advies is, werk liever met die lange methode. Maar uiteindelijk is de keuzes aan jou. Dat was het voor mij bijdrage, voor wat betreft mijn bijdrage.